Raymond Sluiter maakt zich op voor een potje tennis. Hij gaat met de 13-jarige Joeri de baan op. Joeri is een van de 12 kinderen van wie donderdag de grootste wens in vervulling gaat. Hij heeft een hersentumor en Stichting Make-A-Wish Nederland zorgt ervoor dat zijn droom uitkomt. Het was heel leuk met Raymond Sluiter tennissen. En kon hij het een beetje? Nee. En jij wel? Hij kon het wel, hoor, en ik ook. Sluiter heeft zelf een nichtje verloren aan een hersentumor en vindt het daarom extra speciaal om op deze manier iets terug te kunnen doen. Echt waanzinnig enthousiast en sowieso een geweldige dag waarbij hij opgaat in de limousine. En staan we te tennissen en dan komt Wendy van Dijk, die komt ineens eventjes binnen en die tennis mee. En, dus ja, het is voor hem gewoon een geweldige dag en dat is gewoon waar het om gaat. Zo simpel is het uiteindelijk. Wendy van Dijk opende donderdagochtend in Woerden de Make-A-Wish Day. Die dag worden 12 kinderwensen vervuld. Aan het begin van de dag liet Wendy van Dijk 12 ballonnen op. Voor ieder kind één. Het dagelijks leven van die kinderen bestaat uit angsten, uit ziekenhuisbehandelingen, uit echt ellende. En hoe belangrijk is het dan om ze weer een keer kind te laten zijn en iets moois voor ze te organiseren. Hun liefste wens te laten uitkomen. Het afgelopen jaar heeft de organisatie ruim 500 wensen uit laten komen.